Leiderschap voor mij is inspireren. Mensen kunnen inspireren, mensen context geven waar ze graag werken, waar ze zelf de extra mile doen en waar ze zelf voor de gouden medaille willen gaan. Dat is klassiek leiderschap. Volgens mij verandert dat niet in 4.0. 4.0 is voor mij echt tempo maken. Impact creëren op een hele snelle basis. Niet meer zoals vroeger met een lineaire impact, maar meer echt snelheid brengen in wat je als leider bij je mensen brengt. En als anekdote misschien als bankier, als ik begon vorige eeuw, het was meer een mooi meer, het was mooi weer, een lichte wind, een roeibootje. Allemaal mensen rond op de oever die heel goed wisten wat er moest gebeuren. En het was heel voorspelbaar. Vandaag vraag ik aan de mensen hier bij ons, als je bij ons wilt werken, dan moet je graag willen raften. En raften is iets onvoorspelbaar. Je weet dat je heel nat gaat worden. Het is ijskoud water en je mag niet uit de boot vallen, dat is te gevaarlijk. Maar dat wil je eigenlijk graag doen. En dus bij mij is leiderschap bij ING nu graag raften. Er zijn een aantal zaken die wij doen die voor veel bedrijfsleiders niet zo evident zijn. Hè. En ik denk een van de zaken is dat wij zeer veel power naar onze mensen toe geven. Ja. Heel veel beslissingspower ligt bij de mensen zelf. Ja. Wat niet evident is voor een aandeelhouder van te zeggen van en wat als hij de verkeerde beslissing neemt. Hè. Dat kan hier ook. Ja. Je mag zaken zo doen die niet 100% uitkomen zoals wij dat gedacht hebben. Dat moet ook kunnen bij ons. Hè. De gemiddelde leeftijd van Kronos op dit ogenblik is 31 jaar. Is vrij jong. Ja. Maar er zijn bedrijven waar de gemiddelde leeftijd 25 jaar is. Ja. Zeer jong. Ja. Maar dat is nog wel het model van Kronos, van te blijven inzetten op onder andere ook jonge mensen. De Kronos Groep is een succesverhaal in de Belgische bedrijfswereld. Het bedrijf van Dirk de Roost en Jeff de Wit werd begin jaren 90 opgericht en is uitgegroeid tot een innovatieve cluster. Met ruim 300 bedrijven en meer dan 5000 medewerkers. Ondernemerschap stimuleren bij medewerkers is cruciaal geweest voor het succes. Van in het begin hebben wij gezegd dat onze medewerkers veel vrijheid moeten hebben. Ja? Om te kunnen doorgroeien, om voor zichzelf ook hun carrière eigenlijk binnen de Kronos Groep volledig uit te bouwen. Dat was van in het begin eigenlijk wel ons uitgangspunt. Wij hebben hier sowieso een aantal ondernemers zitten, goede mensen zitten. Maar er zijn ook heel veel mensen die we eigenlijk geholpen hebben om ondernemend te denken. Ja? Die misschien niet in C ondernemer zijn, maar die nu wel denken als een ondernemer. Ja? En dat is denk ik het grote succes van Kronos geweest. Dat we door dat te motiveren, dat je hier heel veel mensen hebt die toch wel denken als een ondernemer. Ja? Een van de belangrijke opdrachten voor leiders is volgens Dirk de Roost om voor een aantrekkelijke werkomgeving te zorgen, waar mensen zich goed voelen en kansen krijgen. Ik denk dat we altijd kijken, ten eerste ook zelf, vinden wij het nog plezant, ja? Maar dat is hetzelfde voor de mensen. Ja? Werken de mensen hier graag? Ja? Wat motiveert de mensen om voor ons te komen werken, ja? Maar ook te blijven werken? Dat blijft een zeer groot aandachtspunt voor ons. Ja? Dus heel die sfeer hier rond Kronos, maar het is niet alleen Kronos, het is ook al de subbedrijven waar de mensen voor werken, dat moet een positief ingestelde sfeer zijn, ja? Waar ze kunnen doorgroeien, ja? Als mens, als medewerker. Je moet andere mensen kunnen laten groeien. En dat is dikwijls niet zo evident. Omdat je altijd gaat zeggen, ja, maar hij kan dat nog niet. Hij is daar nog niet klaar voor. Hè? Maar het is niet omdat iemand vandaag er niet voor klaar is, dat hij het niet kan. Hè? Geef hem de kans om hem te bewijzen. Help hem om hem te laten doorgroeien. Hè? En dat is voor heel veel mensen moeilijk te aanvaarden. De Kronos Groep wordt al jarenlang geleid door de tandem Dirk de Roost, Jeff de Wit. Samen houden zij naast de dagelijkse aansturing nadrukkelijk het vizier op de toekomst gericht. Wij zijn een duo, dus Jeff is een totaal andere figuur als mezelf. Mijn achtergrond is altijd sales en marketing geweest, waar Jeff echt een zeer goede manager is. Analytisch zeer sterk, technologisch ook nog altijd zeer sterk, zeer op de hoogte van de zaken. Maar ik denk de zaak dat ons misschien iets specialer maakt, als je dat dan ook zo mag noemen, is dat wij nog altijd elke dag enorm veel bezig zijn met onze zaken. Eigenlijk als je naar de toekomst kijkt, heeft Kronos nog altijd enorm veel mogelijkheden. En het is de rol van ons om te zorgen dat wij die mogelijkheden ook kunnen nemen.
op onze manier, op onze stap-voor-stap wijze. Dus niet te snel, niet te direct, ja, maar op onze manier denken wij dat we die groei moeten kunnen veiligstellen naar de toekomst. Ja. Mijn visie op leiderschap is dat men mensen de kans moet geven om te groeien. Dat men een kader moet schetsen waarbinnen ze verantwoordelijkheid nemen, waarbinnen men duidelijke afspraken maakt over de verwachtingen en ze ook af en toe de gelegenheid geeft om fouten te maken. Als men die fouten op een constructieve manier aanpakt en goede feedback geeft, dan staan de mensen open voor verandering. En dan willen ze ook naar een volgende stap. Dan zetten ze die extra mile vanzelf en dan gaan ze zelf zoeken naar efficiëntieverbetering en oplossingen. Op die manier gaat het product of de dienst naar een hoger niveau, gaat de klant tevreden zijn en komt de winst vanzelf.